De politie heeft 3 verdachten aangehouden op de Wilhelminahofweg bij de kerncentrale in Borselen. Dat gebeurde net voor het tweede kernafvaltransport van Borselen naar La Haak. Het drietal was nietsvermoedend aan het werk bij de spoorlijn, maar werd aangezien voor actievoerders. Zij vertelden ons dat zij in dienst waren van Structon en aan het werk waren aan de rails. Structon zelf kon niet op dat moment niet zeggen of zij inderdaad werknemers waren. Voor ons verdacht genoeg om ze mee te nemen voor verdere identificatie. Rond de spoorlijn was vandaag een arbeidsverbod van kracht. Na enkele uren werden de 3 flexwerkers die toch aan het werk waren weer vrijgelaten. Structon heeft het nagezocht. Het bleken flexwerkers te zijn in hun dienst. De identificatie was daarmee voldoende en ze zijn weer vrijgelaten. Meer hierover in de PZC van woensdag. Tijdens een besloten ledenbijeenkomst van de onafhankelijke senaatsfractie is vanavond de positie van fractievoorzitter van Partij voor Zeeland Johan Robesin besproken. Het bestuur van de partij heeft forse kritiek op Robesin door verschillende uitspraken die hij deed in de media. De bijeenkomst verliep anders dan verwacht. Wij hebben meteen als fractie de knuppel in het hoenderhok gegooid en gezegd, wij willen het hebben, meneer de voorzitter, over uw uitlatingen destijds in de media, waarin u de fractievoorzitter voor bizar en weet ik wat allemaal hebt weggezet. En wij vinden met z'n allen dat u daarmee de partij hebt beschadigd. Dat werd een hele ongelukkige discussie. En meneer is zelf opgestapt. Maar voor mij en de fractie staat helemaal achter me, de steunfractie. Is er geen relatie meer tussen de partijvoorzitter Pim Kraan en ons. Dat is afgelopen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. De aanrijtijden van de ambulance in Rijmerswaal zullen merkbaar verbeteren. Vervoerder Connection meldt dat de ambulancepost in de eerste helft van 2012 naar een centralere plek in de gemeente verhuist. En dat is Kruiningen. De huidige standplaats in Rilland aan de A58 zal verdwijnen. Voor Rilland heeft dat hoegenaamd geen nadelig effect. Dat blijft allemaal binnen de normen.